Ik ben iemand van de ING en ik heb hier mijn gegevens, uw gegevens, dus precies waar je op de bank kan staan. Alles, op je spaarrekening, op je aandelenrekening, alles. Kon die allemaal zien, dus ik denk van, nou, dat is echt een man van de ING, want hoe kan nou iemand anders dan in jouw spullen zien? Ja, dat pasje dat moet je inpakken in aluminiumfolie en dan in een envelop doen en dan opzetten dat het geheim is. En dan komt iemand van ons, sturen een bode langs en die had een code en die moest die code zeggen en dat klopte allemaal precies. Ik mocht dus niet op de rekening kijken en ik kijk op een gegeven moment dus wel. En toen zei ik tegen hem van, maar waar is dat geld dan allemaal? En toen hing hij op, dit moet stoppen, dit is gewoon abnormaal dat je iemand zijn hele salaris van de uitkering van de AOW voor een heel jaar in één keer afpakken. Dat is toch schandalig?